Dag beste Pure bezoekers. Dag iedereen. Zoals beloofd, nadat we gisteren ons huisje hebben gebouwd, vandaag onze tot nu toe laatste Skyrim Pure Play. Want er zou nog meer DLC aan komen, maar daar is nog niks echt officieel bekend over. In, zeg het maar. Dawnguard. Ja, we verveelden ons thuis, dus nu trekken we er terug op uit. Ja, jij weet misschien ook waar rond de Dawnguard draait. Ik zou zeggen, leg het misschien even uit als je het weet. Vampires. Oké, dat was genoeg. eigenlijk komt het daar weer op neer. Alhoewel, ja. De korte synopsis is dus... Er is een grote orde... Orde vampier, ja. Het is tegen, je hebt ook de orde Dawnguard die terug wordt opgericht of... Laat men zeggen, terug tot leven voor een stuk wordt gebracht. Hier zie je het kasteel zelfs van Dawnguard, het fort van de vampierjagende orde. Die terug in actie schiet nadat er een zeer oude en krachtige groep vampieren erop uit is om de zon definitief te blokkeren, zodat de vampieren eigenlijk constant buiten kunnen lopen en zich kunnen voederen aan allerhande beesten en onschuldige mensen en kinderen enzovoort. Ja. En voor degene dat nu durft zeggen dat een spoiler is, dat zat in de trailer, hè. Dus een eerste dat durft zeggen dat een spoiler is, krijgt een draai rond zijn oren. Dus voordat Joachim hoogstpersoonlijk van al onze Pureplay fans begint te bedreigen. Gezegd, het is genoteerd, hè, dus pas op, hè. No bullshit on the Pureplay. Het is maar dat je het weet. En we zijn de vampieren ook al eigenlijk tegengekomen in Skyrim. Er waren ook al vampieren enzovoort. Ja, er waren al vampieren. Dus eigenlijk op zich niets nieuws onder de zon. Maar het draait er wel meer om. Dus ze vormen nu een centrale rol. En je komt er veel meer tegen. En je hebt er veel meer mee te maken. Ja, en het doet ook eigenlijk denken, als je het synchroon bekijkt met de andere DLC die we al hebben gehad. Zoals in Oblivion. Aan de Knights of the Nine Orde. Als je die nog kent. Dat waren dan die Knights... Zoals de titel zegt. Alleen... Ik kan het nu mij niet meer specifiek herinneren, want het is nu ook al jaren geleden dat ik die nog gespeeld heb. Maar dat was ook zo'n orde dat je terug moest opbouwen vanaf nul. Dat eigenlijk verloederd was, maar dat had niks met vampieren te maken en dit dan weer wel. Ja. Het heeft zo nog wel iets, want ja, die vampieren en dan zo zelf deel uitmaken van een orde, dat is nog iets volledig anders dan op je eentje Dragonborn te gaan. Ja, tuurlijk. Dat is een beetje solo-missie en nu moet je eigenlijk een beetje administratie doen ook. Goh ja, administratie is te zeggen, je maakt deel uit van een groter geheel wel, dus... Ja, en het start dus allemaal eigenlijk als je niet alleen door vampieren aangevallen wordt, want als je de DLC geïnstalleerd hebt, ga je veel meer frequenter vampieraanvallen krijgen, ook in steden. Mm-hmm. En dan gaat een van die guards, of een van de bewakers ook zeggen van, hey, ik heb gehoord dat ze bij Dawnguard terug recruteren, dus je moet maar eens daar naartoe gaan. Misschien zet jij wel geschikt. En dan kom je dus, hier dan uit, hè? Dat is dan het fort. De hal, dat is de inkomhal met een... Ex-Mars, de spa. Ja, maar een heel specifieke plek wel om vampieren buiten te houden, zoals je ziet. Dus ze hebben zich wel goed voorzien. Hè? Zonlicht, hè. Wel cool. Gewoon dat ook dat erin zit en dat, dat het klopt, want die vampieren hadden anders misschien al lang gewoon die kunnen overrompeld hebben. Ja. Even op de kaart dus kijken, want er zijn ook een aantal nieuwe locaties in deze DLC. Ja. Fort Dawnguard, mijn kaart was gedraaid, sorry. Ligt dus hier, maar je kan er niet zomaar naartoe wandelen, zoals ik heb geprobeerd. Nee. Er staat een marker hier ten zuiden of ten zuidoosten van de Stendarr's Beacon. Ja. Eén groot probleem. Daar was geen ingang naar Fort Dawnguard. Eén, en blijkbaar is dat een algemeen probleem, want er waren nog heel veel mensen online die hetzelfde probleem hadden. Ja, en ik heb gewoon via daar ook moeten opzoeken hoe ik de questline moest beginnen. Dus ja, niet bepaald goed voor... Weer buggy. Ja, maar het is erger dan Dragonborn. Ja, inderdaad. Omdat je echt moet opzoeken... Hoe dat je eraan moet beginnen. Gewoon starten. Ja. Voor alle mensen trouwens die de DLC vanaf nu kopen, of misschien gekocht Let hebben, maar erop, niet aan begonnen hebben. Daar. Ik ga het gewoon uitleggen. En dat is geen spoiler opnieuw, hè. Pas op, hè. Maar serieus, hè. Niet met mij, maat. Houd het in het oogste, mensen. Echt met zo'n opgeven vuist. Ja. Pas op, hè, manneke. Dus hier ongeveer is er een brug. Ja. Een brug die over water loopt. En als je die oversteekt naar het noordoosten toe... Moet je hier ergens op deze bergwand, die noordelijke bergwand, letten. Ja, ik probeer nu zo goed mogelijk met mijn cursor aan te duiden, want het is niet makkelijk. En daarin ga je een spleet zien die niet aangeduid staat, nog benaamd is. En is daar moet je dus door. Ja, de Dayspring Cave of zoiets. Ja. Het is een heel typische naam om vampieren zo buiten te houden, precies. En daarin moet je lopen, in die rotsplit, je gaat de naam wel zien verschijnen, zo van Two Dayspring Cave of zo. En dan kun je doorheen die grot, en dan kom je hieruit. En dan even ten noordwesten kijken. Wauw, die kaart, man. Die was echt helemaal geforceerd. Daar vind je hier Castle
Volkihar. En dat is de locatie waar die vampieren zich verschalken. Verschansen, ja. Verschalken. Verschansen is het woord. Vraag me nu dat ik aan verschalken kom. Schalkse ruiters. Ja. Misschien. Ik heb al langs twee daar. Er zitten paarden in Skyrim. Dus er is een rode draad, dames en heren. Er is wat? Een rode draad. Hoe bedoel je? Er zitten paarden in Skyrim. Schalkse ruiters. Ach, ja. Kijk eens aan. Oké, dat had ik dus helemaal niet aan gedacht. Het is goed dat je het hebt gezegd. Ja. Ja, en natuurlijk worden er nog allerlei andere dingen bij, allerlei andere attributen, ja, bij een grote DLC terug zoals Dragonborn. Want er zijn dus weer tal van quests, ja, armor. En dit is dan de Dragonborn. Nee, de Dragonborn armor was ik. Er zijn ook Dragonborn. Er zijn Dragonborn wapens. Dat is wel cool. Voor ik het vergeet, ik kan nu ook dus wapens wel maken uit Dragon Bones. Maar awesome. Dit is dus de Dawnguard armor. Ja. Je hebt daar een heavy en een light variant in. Een schild en natuurlijk heel belangrijk en misschien ook heel toepasselijk. De crossbow. Om op vampieren te gaan jagen. De crossbow, maar die wordt niet met gewone pijlen geladen. Je moet die met bepaalde bolts armen. En je hebt daar wel ook een paar variaties in. Je kan zelfs nieuwe kruisbogen maken. Zoals je alles kan maken in Skyrim eigenlijk. Ja. Ik ga even wel mijn quest hier aanduiden, want ja, we moeten eigenlijk nog wel een paar opdrachten vervullen. Ja. En om te voorkomen dat ik echt spoilers ga tonen, ja, ik kan nu even heel snel doorlopen en het tonen hoe het eruit ziet, maar geen echte verrassingen hoor. Het is allemaal mooi verzorgd wel, ja, qua aankleding en qua detail, zoals het gewoonlijk is in Skyrim. Met al die lange gangen, nog wat stofdraden en spinnen. Ja, ja, dus inderdaad, de sfeer zit weer direct goed. Ja, maar die orde wordt zo ook opgebouwd terug. En je ziet ook het verschil vanaf het begin, wanneer het eigenlijk nog zo goed als leeg is en er zo één enkele persoon of zo paar personen zijn die de orde nog recht houden. Het is eigenlijk een beetje zoals het huis. Als je bijvoorbeeld één kamer inricht, dan is één kamer zo chic en de rest is zo stoffig en muf. En als alles in orde is, dat zo'n pracht van een huis. Ja, met verschil hier dat je een orde moet opbouwen. Ja, een orde, hetzelfde met mensen, maar het komt op hetzelfde principe neer. Ja, het is nu ook wel heel specifiek. Er zijn nog andere locaties trouwens die erbij komen in de DLC. Mm-hmm. Maar je kan dus vanuit twee kanten het eigenlijk spelen. Heel vroeg in de game krijg je al de keuze om oftewel bij de Dawnguard u aan te sluiten, wat zo de the good guys zijn. De canonical version is, het kanonieke einde. Ja. Allee, einde, het kanonieke vervolg, als dat zelfs een Nederlands woord is. Want kanoniek is katholieke, mee... Katholieke, het gelovige. Ja, nee, de canonical willen ze daarmee zeggen in de Engelse taal van het juiste vervolg, snap je? Ja, gewoon moreel de juiste. Ja, voilà. En Vampire is zo'n alternatiefje om je de keuze te gewoon geven. Gewoon om een keer loco te gaan in de bad guy. En om het ook eens van die kant te beleven. En ook om natuurlijk extra krachten te krijgen. Want je kan dus een Vampire powers. Lord worden. Ja. Ik kreeg ook werewolf dingen. Allee, werewolf. geen krachten. Attributen, maar werewolf krachten meer, ja. Maar je kunt er wel een weerwolf zijn die gewoon ook is, maar het is een weerwolftak echt. Ah, oké, dus het is echt een branch. Om te upgraden enzovoort. En bij vampier ook. En dat van vampier gaan we voor het einde bewaren om iets te tonen. Ja, hoe dan dat kunnen jullie dat toch ook eens zien, even. Ja. Maar we moeten dus eerst een aantal sidequests doen voor enkele leden van de Dawnguard. Want ja, ik wil echt van de singleplayer zo weinig mogelijk tonen. Het is bijna in elke mainquest een of andere spoiler. Ja, van de multiplayer kun je niet veel laten zien, hè. Er is geen multiplayer. Daarom net. Ja, dat is nu gewoon... Wauw. Komt er wel aan trouwens. Wat een opmerking. Ja? Ah ja, Elder Scrolls Online, maar dat staat dan weer los dat van... Dat is wel los van. Ja, maar voor de mensen die het interesseert. Okay. Sorry voor de lange laadschermen soms, dat maar... Dat is wel typisch. Want ze hadden langs een patch uitgebracht ook, om de laadtijden wat in te korten en om uw lag in uw save-files op te lossen. En dat werkte aanvankelijk, maar ik heb nu weer zoveel gedaan in dat spel. Ik sta 300 uur ongeveer en ik heb nog niet alles gedaan. Mm-hmm. Crazy, I know. Dat ik intussen dus beter mappen in het systeem. Ik bedoel, het is prachtig grafisch en zo sterk ik gedaan. Ik heb dus een save-file van 16 megabyte staan en ik begin echt na soms een paar uur spelen altijd weer wat een beetje lag te ondervinden. Ja. Dat ik denk van, mannen, deze is eigenlijk niet aanvaardbaar in deze tijden. Het staat op zich wel chic. Ze hebben het ook al... Ja, maar je merkt ook... De systeemeisen. Oh god. Ja, fuck dat. Ik ga nu echt niet... Ik kan wel misschien terwijl is gewoon, dat is een kleine knipoog naar de Dragonborn DLC, temmen. En die is nu getemd. Zo, en dan kan ik die bereiden, maar dat gaan we nu niet doen. Ik heb die getemd om die gewoon koest te houden. Ja. Dan zijn we er vanaf. Zalig. Ik moet hier eigenlijk een vampier... Dat is voor de andere DLC, de eerste. Ja, nogmaals. Ga maar terugkijken om te zien wat die precies inhield. We tonen die daar ook weer niet natuurlijk, hè. Nee, dus nu hebben we eigenlijk een beetje...
Ik weet het, DLC-overschrijdend gedacht. Hadden we Dawnguard eerst gedaan, dan had ik waarschijnlijk een verwijzing naar Dawnguard gemaakt. Ja, voilà. Maar ik heb speciaal echt voor deze DLC mijn Stahlrim armor ook even gedumpt en in een kist gestoken. En speciaal voor jullie die... Dat we echt Dawnguard, in de hele sfeer zitten van Dawnguard. Ik heb bijna weer Dragonbone armor gezegd, man. Ongelooflijk. Die Dawnguard armor gekocht en de kruisboog die eigenlijk gratis gewoon krijgt. Dit is... wacht, waar? Nee, dat is hem niet. Hier, daar, dat is die vampier dat we eigenlijk moeten vermoorden. Come with me, pilgrim. Why? What do you want? Zou je daar ook zo gelijk Dr. Evil staan? Pilgrim. Pilgrim. Laser. Ja, mijn persuade is super hoog, dus het is echt niet moeilijk. Eén ding dat wel niet echt steek houdt en wel grappig hier is, is dat je die kerel zo droogweg overtuigt van, come with me. Pilgrim. En die kerel ziet recht uit dat ik een Dawnguard armor draag, wat bij de vampieren allemaal bekend staat als het teken tegen de vampieren. Zo echt de vijand. De vijand dat hun wilt uitroeien. En die kerel nog altijd van, ik ga wel mee met jou. Het is goed. We gaan zien waar dat beest is. Echt. En dan gaan we die nu gewoon eigenlijk achter een huis ergens leiden en met de kruisboog neer. Wow. Kwestie van de kruisboog is te tonen, want dat is eigenlijk het coolste wapen ook in heel het spel. Het is een nieuw langafstandswapen eigenlijk. Wat is dat eigenlijk tegenwoordig met al die bogen die uitkomen? Ja, voor alle duidelijkheid, dit is een kruisboog. Ik heb in de Crysis 3 Pure Play van een paar dagen terug bij die boog kruisboog gezet. Ja, nee. Maar dat was in de verwarring, want het was wel een boog, uiteraard. Dit is een kruisboog, en dat zie je niet in veel games terug. Nee, dat is waar. Een boog... Nu wel, maar zo'n kruisboog dat is toch iets anders, hè, want dat geeft meer punch. Inderdaad. Dat is zo direct, hè, dat schiet af tegen een enorme snelheid. Een boog is dan weer een ander verhaal. Zie zo. Dan staat die kerel daar. Hè, zo van, hé, maar wat komen we hier doen, Joachim? Mijn beste Dawnguard vriend, die eigenlijk mij en mijn hele ras wil vermoorden. Ja, die is een wat gaan we hier toch doen? Ja, pickpocketeers. Moet wel opletten voor... soldiers. Voor soldiers, ja. Want die zijn niet zogezegd op de hoogte... Zo vermommen ze het dan, hè. Die zijn niet op de hoogte van de Dawnguard dat de vampier willen uitroeien, maar dat zo'n geheime missie is. Ja. En dus je moet het wel zo onopvallend mogelijk doen. Hallo. Wat ga je daarmee doen, Joachim? Dit. Oh, dat was niet eens in de kop. He will lead you dry. Dat stinkt. Zo, rennen, kerel. Doe maar, ik had eigenlijk op zijn kop geschoten de eerste keer. Zit hij lopen? Die is weg. Invisible. Daar, de baan is op. Oh, fuck man. En die draak. Die draak staat hier ineens. Hallo. Ziezo. 1000 bounty. Ouch. Ik heb al mijn bolts terug. Dat is dan weer het positieve eraan. Waar is die guard hier ergens? Want ik vrees dat ik nu onder mijn voeten ga krijgen. Het gaat zijn van, stop right there. Yeah. How do you plea? Enzovoort. Persuade. Kom. Je mag mij inrekenen. Je mag mij inrekenen. Reken mij in. Oké, dan niet. Dan ben ik weg. Dag. Kun je niet gewoon tegen praten? Dude. Nee, dat gaat niet meer. Blijkbaar ja, ben ik al zo. Ja, de draak misschien valt aan in uw plaats. Dat is een gedacht. We gaan het ene keer proberen. Als het niet lukt, gaan we over naar die andere missie om die kort te tonen. Ik heb het wel vroeger daar gedaan, denk ik. Want ik wil eigenlijk... Nee, ik heb effectief die... Kijk eens aan. Oké. Okay. Daar is hem nu. I'm yours. Obtain. And the man let you go. Let me go. Oh, sorry. Be more careful. Nee! Ik wou nog opstappen. Oh. Bon, dat is dan nog verrassing voor als je zelf de Dragonborn DLC speelt. We ride. Wat we nu gaan doen is heel kort even die basis nog aanvallen, die andere. Ja. Dus waar we nog een andere sidequest hebben. We gaan die kort tonen en dan gaan we rechtstreeks over paard, naar de vampier. Ja, ik ga snel reizen. En dan gaan we direct over naar de vampierkant om daarmee af te sluiten. Ja, kwestie van niet meer zo'n gigantische pure play te hebben zoals de vorige keren. Ja, excuses daarvoor trouwens, maar we wilden toch alles laten zien. Ja, kijk. Het waren goede pure plays, daar niet van natuurlijk, maar... Dat zijn vampieren, die vallen nu soms ook aan, zie. Dat is gewoon Volky haar vampire, dus van het kasteel ook. Ja, kom, hak die in de pan, man. Okay. Maar goed, wij gaan hier even voortvechten en dan gaan wij direct over naar dat fort voor onze andere sidequest. Ja, tot straks. Tot straks. We hebben het fort gevonden waar we moesten zijn. Ja. Ik heb even gewacht tot de dageraad. Want anders vallen ze met hun donkere kledij mee. Ja, dat is niet zo makkelijk, zeker niet zo'n kruisboog. Onderweg naar hier heb ik even moeten zwemmen, want ik had de locatie natuurlijk hier nog niet ontdekt in deze save game. Nee. Maar het is zo twee keer weer blijven hangen.
Man. Dat is een nadeel echt van Bethesda, buggy games. Buggy games in een DLC, het is bijna een traditie om het altijd als minpunt te noteren, maar hier opnieuw... Bugs. Maar het is nog erger dan in Dragonborn, zoals ik straks heb verteld. Mm-hmm. Even referentie ook dus naar het begin van onze Pure Play. Die questmarker, dat is dus niet het enigste probleem. Hè. Ik heb het ook nog eens gehad langs de kant van de vampieren, yeah. Dat ik een opdracht dus had en dat ik eigenlijk de opdracht kreeg om terug te reizen naar het kasteel om mijn missie te voltooien. Mm-hmm. Die stond daar gewoon. Die stond daar gewoon te kijken op. Ja, nog altijd. En ik ga daar naartoe en dan bleek dat ik nog die grot terug moest ingaan om twee vampieren, die eigenlijk vriendschappelijk zich gedroegen tegen mij, nog af te maken. En pas toen ik ze aanviel, dan kwamen die questmarkertjes boven hun hoofd van kill die en kill die. Ik zeg switchen naar sword. En dat zijn echt... Ja, ik ga het nu wel doen. Dus dat zijn toch... Dat zijn echt problemen. Dat is echt niet meer gewoon simpele bugs. Nee, dit is echt al game-breaking. Ja. Dit is echt... Allee. Daar mogen ze toch echt flink aan werken. Hoor. Zo merkt je ook inderdaad wel precies waar dat ze problemen mee hadden en dat ze het blijkbaar toch ook niet volledig hebben opgelost gekregen. Wat eigenlijk wel zonde is, want... Allee, op zich is het echt wel een leuke DLC en het feit ook dat je het van twee kanten kan spelen. Er is wel niet veel variatie in de missies, want meestal doe je eigenlijk dezelfde opdrachten, maar dan vanuit een ander perspectief. Ja. Is het nog gewoon wel cool dat je de mogelijkheid maar krijgt. Het is net alsof het precies hun beleid is van, we maken schitterende gameplay games, maar voor de systeemeisen en zo, daar kijken we niet zo echt naar. Allee, ze moeten dat toch testen en gezien hebben en dan toch een oplossing. Het feit is ook, ze ontwikkelen het... Of heel veel ontwikkelaars voor multiplatform titels baseren zich eerst op de Xbox. Omdat dat het makkelijkste platform is om voor te ontwikkelen. Dat is een simpele PC eigenlijk. En dan he? Porten ze dat eigenlijk naar PS3. Waardoor dat je dan problemen hebt soms met de PS3-versies. Maar bij Bethesda hebben ze altijd daar problemen mee gehad. Ze hebben altijd gezegd, dat is veel te moeilijk om daarvoor te ontwikkelen. En dan zeg ik van, dude, kijk naar al uw andere collega's, zoals Ubisoft enzovoort. Die ontwikkelen ook multiplatform. En zelfs Valve. Die games hebben misschien ook bugs, maar ze hebben die altijd op tijd al ten eerste afgekregen en al. Ja. Zelfs Valve, inderdaad, met Portal 2. Ja, hè. Kwestie, we vermelden het nu even in deze Pure Play van een spel van Bethesda, maar het klopt wel. Maar die problemen zouden met de PS4, om dat even te droppen en porten, weg zijn, omdat het ook dezelfde mapping heeft van de PC. De problemen zouden moeten van de baan zijn volledig met de PS4. Dat zou veel ontwikkelvriendelijker moeten zijn. Dat hebben ze toch alles in zich beloofd. En aangezien iedereen laaiend enthousiast daarover is in de industrie, zou het dus wel... kunnen kloppen, maar daarmee zijn wij nu nog niet geholpen natuurlijk, hè. Ik heb altijd de problemen hier nu wel. Ik speel nu veel met die kruisboog. Gewoon omdat ik het een cool wapen vind, hoor. Het is maar echt gewoon omdat ik dat zo tof vind. We gaan trouwens deze quest ook weer uitkrijgen voor jullie. Het is trouwens ook saai, want het is van op afstand een beetje groot schieten. Maar hebben jullie een idee dat het eigenlijk de plekken in Skyrim zijn die je eigenlijk misschien al bezocht hebt, of die dan vrijkomen? Maar dat er dus geen nieuwe omgeving echt Nee, er is geen echt eiland zoals Solstheim nee, of het zo. Is eigenlijk, het wordt verweven in de Skyrim-mythos eigenlijk al. Ja. Niet zoals... Of het vasteland zelf. Niet zoals Dragonborn, waardoor een, eigenlijk in Oblivion... Ja, nee, Morrowind-territorium zit eigenlijk. Op het vasteland, moet je zeggen, ja. Ja, dit speelt zich allemaal af wel in de bekende omgeving. Ja. Nu gaan we heel even nog aan de kant van de vampieren, kwestie van toch even te tonen wat je allemaal van macht en kracht hebt als je de slechte... kant. Opnieuw, Dr. Evil, de slechte kant. Inderdaad. Tot zo dadelijk weer. Tot zo. En om af te sluiten gaan we ons voederen. Ja. Want ik heb hier speciaal voor jullie een safe aangemaakt aan de kant van de vampieren van Heer... Zijn naam ontgaat me nu volledig. Heer Vampier. Heer Master Vampire. Ja. De Vampire Lord, dus de bad guys eigenlijk. Ja. Zoals je ziet heb ik hier nog altijd mijn Daedric armor aan, want ik heb een save van heel ver moeten nemen... om nog eens de vampierlijn terug te kunnen spelen. Lang verhaal, maar goed, doet er niet toe. We zitten in de vampierkant van de kweesten. Ja. Zo activeer je die. Nu gaan we normaal gezien veranderen in een vliegend vampierwezen dat zo kan zweven boven de grond. Doet ook wel wat schade, is dit ook direct... Dat is wel awesome eigenlijk. Dat is wel zot. Ja, dan niet alleen, je kunt ook... Je kunt ook zweven en je kunt dan met je rechterhand kunt je vijanden leegzuigen van hun kracht. Ja. En met de linkerhand heb je de mogelijkheid om de doden te doen herreizen. En dan zombie army eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ik ga het even laten zien. Hopla, ik heb nu dood. Wow, wat een powerful. Maar ik zal misschien ook eens de vampiric grip tonen. Ja. En voordat we die tonen, even deze tak toch tonen van de vampire. Awesome. Dus een volledig nieuwe tak.
Met 11 nieuwe perks of 11 nieuwe puntjes om dus te veroveren. Ja. En gelukkig, en dat was eigenlijk mijn grootste zorg bij die nieuwe vertakkingen, bij die nieuwe skill trees, moet je niet level... Hoeveel is dan? Ja, ik heb nu 50, maar pak nu... 65, zoiets. Pak nu dat je level 65 of 66 moet zijn. Uh-huh. Ik heb nu natuurlijk, mathematisch klopt het niet, want ik heb al 3 punten wel ingezet, maar ik wil zeggen, je moet niet levelen om het aantal punten te hebben om alles vol te doen. Je krijgt die punten naarmate dat je gewoon meer slachtoffers maakt als vampier. Awesome. En die balk loopt heel snel vol, zoals je kan zien. Ja. Ik heb nu al 3 punten en die balk zit nu alweer halverwege. Ja. Dus... Heel, dat is wel heel dat is positief. Echt leuk. Dat je echt inderdaad op een snel tempo dat direct kan halen. Qua DLC is het wel compleet. Hè. Ze geven je vampiers, maar ze breiden het dan wel uit. Ze breiden alles ja, uit. We hebben het gezegd. Armor, verschillende wapens. Verschillende armor sets. Dragon, bone wapens. Je hebt die crossbow. Nieuwe beesten. Nieuwe quests. Nieuwe items. Dan hebben we vooral nieuwe gaves. Nieuwe skill. Nieuwe dat is een nieuwe skill tree. Dat is ook volledig nieuw. Ja. En nieuwe dragon shouts. Ook van werewolf was er ook een skill tree bijgekomen. Dus zelfs. Dus, nieuwe dragon shouts. Eigenlijk op elk vlak. Dat is Bethesda trouwens en gameplay zit goed, maar we zeggen het buggy as hell. Ja, en nu is het echt wel des te erger. Vooral die quest markers, dat is het probleem. Dat is echt een struikelblok voor veel spelers. Voor mij was het toch af en toe ook een probleem, want ik moest echt op het internet gaan opzoeken wat het probleem precies was. En dan waren er nog dat mensen dat zeiden erg. Van... Ja, ik wil nog wel even misschien de grip dus tonen. Ik heb misschien niet meer genoeg mana, ook niet meer... Wacht, hè. Bats. Dat is om snel te kunnen transformeren. Te reizen, te teleporteren. Ja, teleporteren ja. Al die erenwoordjes. Ja. Transformeren, masturberen, telefoneren. Enzovoort. Ik wil graag die grip tonen. Ik ga zien dat ik even mijn mana kan bijvullen. Ik zal me even terug transformeren. En terwijl kunnen we wel afsluiten. Moest hier een score op plakken? Goh, 70. 70. Ja, qua totaalpakket is het er wel. Je betaalt er €16,99 natuurlijk wel voor in de volle prijs. Mm-hmm. Maar ik ga er ook wel punten inderdaad afdoen voor die... Weer de bugs. Voor die bugs. We blijven het zeggen, en nu is het erger. Het is, ik zeg het nogmaals. Fix your game. Het is een probleem echt wel. Maar ik ga nog niet zo neig gaan om er maar een 70 aan te geven. Ik zal dan toch gaan richting de 77. Ja. Dus, van de 3 DLC's die we nu gedaan hebben... is Dragonborn naar onze mening de beste. Echt de beste. Daarna volgt deze. Ja. Had die minder buggy geweest, had die bijna op gelijke grond gestaan. En ook omdat die groter is. Hè. Ik bedoel, Hearthfire is eigenlijk een prul dat ze gewoon hebben uitgebracht voor zo'n tussendoortje mensen te houden om een huis te kunnen bouwen. Vampiric Grip hier. Bijna eigenlijk een tussendoortje inderdaad. Ja. Hè, die andere. Dat heb je met deze natuurlijk niet. Hallo. Ja. Daar gaat hij. Woehoehoe! Ja, het was niet hard genoeg. Hij leeft nog. Ik ben weer helemaal geleached. Ja. Dus ik moet even terug... Dat was wel wacht awesome. Even, ik moet terug transformeren. Maar we gaan er nu mee afronden, want we kunnen eigenlijk blijven gaan. Ja. Je moet er de buggy gameplay wel bij nemen, maar daarnaast is er weer veel te doen. En hoeveel kost die? En is het €16,99. Ik heb het al gezegd, okay. Hoor. Sorry. Gewoon dat dus, iedereen het zeker weet. Ja, ik wou dus zeggen... het heeft zijn fouten. Soms is het bijna op het randje van gamebreaking... Mm-hmm. Maar desondanks is het nog altijd wel enorm uitgebreid en is er zeer veel te doen. Ja, en het blijft weer prachtig om in de wereld van Skyrim te En heb je voor het eerst ook de kans om echt bad, gewoon badass te gaan. Ja. Bad guy, vampier style. Om de zon, waar staat ze hier? De zon helemaal uit te laten doven. Dus waar is de of fel. Te blokkeren. Ja, ik zie ze niet. Maakt niet uit. Misschien tot binnenkort voor nog een Skyrim DLC, maar daar moeten we nog op wachten we voor meer een tijdje op wachten, officieel nieuws. Ja. Ja, tot de volgende. Tot de volgende. Bye.